Het probleem van jukbeenderen is dat als die er niet zijn. Dat zie je vaak bij wat jongere vrouwen. Dus die willen vaak wat meer aan het schoonheidsideaal daarin voldoen. Hè. Dat wordt vaak dat ze dat wat mooier zijn. Nou, dat is een. Dus ze willen eigenlijk. Vrouwen die al mooi zijn, die willen vaak mooier worden. Een ander punt is, en dat speelt als mensen bijvoorbeeld door ouderdom, dat die jukbenen echt vervlakt zijn. En dan kan je dus ook weer met fillers kan je dan weer gaan werken om dat te verbeteren. Daar zijn meerdere middelen voor, maar ik gebruik meestal wat stevigere middelen. De meeste hyaluronzuren vind ik daar niet stevig genoeg voor. Of ja, dan heb je heel veel nodig en dat kan soms echt heel veel zijn. Maar ik gebruik dan over het algemeen Radiesse of Sculptra. Radiesse heeft het grote voordeel is dat je daar eigenlijk echt kan zien wat je doet. En Sculptra, ja, dan moet je toch wel iets meer afwachten, maar dat houdt wel langer. Natuurlijk kan je dat ook met wat dikkere hyaluronzuren zijn, bijvoorbeeld Voluma van Juvederm. En die geven ook goede resultaten. Nou, het is gewoon eigenlijk met jukbeenderen, je kunt gewoon ja, die jukbeenderen heel duidelijk ja, opvullen. Nu is het wel zo dus dat je moet begrijpen dus dat jij, als jij een, nee, ik noem maar wat, jukbeenderen à la Kim Kardashian wil hebben, ja, dat je dan toch wel wat meer, meestal wat meer middel nodig hebt dan wat je zelf denkt. Dus meestal met 1 cc hyaluronzuur gaat niet altijd helemaal goed werken. Dus je kan daar wel wat meerdere middelen voor nodig hebben, maar het geeft eigenlijk over het algemeen altijd een goed resultaat. Maar het is altijd even de vraag met hoeveel middel daarvoor nodig is. En dat is iets wat je in een persoonlijk consult met mij kan bespreken.